In Alkmaar ging donderdag het laatste postkantoor boven het Noordzeekanaal op slot. Er zijn nog 4 kantoren over in de provincie. 2 in Haarlem en 2 in Amsterdam. Tussen 3 en 4 sloeg het laatste uur voor het filiaal in winkelcentrum De Mare. Historisch moment. Ja, kijk, ik vind dit al een moment dat je boven het Noordzeekanaal geen eigen vestiging meer hebt. Wat gaan jullie nou doen als straks de deur op slot zit? Met z'n allen uit eten? We met gaan allen eerst de kassen opmaken, want ja, we hebben gewoon een openstellingsdag vandaag. Dan gaan we alle spul op een veilige manier opbergen en dan gaan we een borreltje halen in de kaasmarkt. En daarna gaan we een pizza halen bij Portofino. Want na een werkoverleg gingen we altijd een pizza halen. Dus een beetje in die traditie sluiten we af met een pizza en dan geven we elkaar een hand en dan zien we elkaar weer bij de jobclub op zoek naar andere werkzaamheden. Gewoon een klein beetje. Is dat jullie galgemaal? Ja. Nou, dat hebben we vanavond, het galgemaal. Ja, bij de Italiaan hoorde ik. Bij de Italiaan, ja. We hopen dat het goed bekomt. Maar jullie hebben allemaal wel vertrouwen in de toekomst? Dat je wat anders vindt? Nou, we gaan er nog vanuit, maar het vertrouwen wordt wel een klein beetje minder. Nou, kijk, het is gewoon zo. Alles gaat automatisch. Mensen zijn niet belangrijk meer. En dat vind ik heel jammer. Ik hoor dus nu van mevrouw achter de balie dat bij ons in de buurt zit ook een winkel met tijdschriften en zo. Ja, zo'n ACO-achtige. En eigenlijk was ik van mening dat je daar alleen pakketjes weg kunt brengen. En, maar het blijkbaar gaan die dus nu de functie van dit soort dingen overnemen. Ik heb een foldertje meegenomen. Even waar jullie allemaal naar uitgezwermd zijn. We hebben op dit moment collega's bij de politie, bij de Connection. Hans is daar één van, die is nu even afscheid komen nemen, die zit op de bus. We hebben mensen bij het gemeentehuis, want we hebben een hele tijd gemeentehandeling gedaan. Het ziekenhuis hebben wat mensen lopen, er zitten er een paar op de vrachtauto. Ik weet er van 2, die hebben een autorijschool inmiddels zelf. Dus ja, er zijn wel mogelijkheden. Misschien komt er niemand meer. Het is natuurlijk zo slecht weer, het is 4 uur. Kijk. Ja, toch de laatste klant. Ik krijg een hand van, want je bent de laatste klant van Boskantoor. Pak je bestuurder? Ja. Serieuze zaak, hoor. Nou, Bart. Gewoon ja, als je hebt wel een beetje dubbel gevoel, een beetje weemoedig gevoel. Ja. Maar ja, we zien het dan zo lang aankomen. Ja? Je bent er ook wel op voorbereid. Ja. Ja, dit is het bewijs dat je bestuurd hebt. Het ergste, ja hoor. Het laatste pietje van dit postkantoor, dus je komt in de geschiedenisboeken. Ja. Mag ik hem nog even uitblazen? Ik blaas hem even uit. Nu is het goed.